Yes, Dani. We zijn deze week in de Bongert voor aflevering 7 van de Ons Zonder Breugel podcast. Ja, we gaan het hele dorp door en deze keer een breugel bij de Bongert dus. Ja, hartstikke gezellig. Ja, een zeker. Mooie ambiance, een mooie achtergrond met ons TV erbij. Achtergrond, fantastisch. Dus, kennen voor degenen die nog geen kennis mee hebben gemaakt, kunnen we er wel mooi naar kijken. Ja, Ons TV ook hier in de Bongert dus te zien. Ja, ja. En we gaan het nieuws van de afgelopen 2 weken doornemen. En dan beginnen we met ondernemers van het jaar. Want op zaterdag 1 februari was de jaarlijkse ondernemersavond in de feesttent op het Kerkplein. En Michelle van Rooij van Visage & More is ondernemer van het jaar in Zonnebreugel geworden. En Huub van der Vrande van Neways Electronics International NV is ondernemer van het jaar op Ekkerstrijd geworden. Ja. Ja, het is altijd een leuke bijeenkomstigheid. Mooi dat er hier een dorp altijd gedaan wordt. En ik ken Michelle bijvoorbeeld niet, maar er zitten ook andere mensen in dat pand die bepaalde dingen uitvoeren. En ik ben bijvoorbeeld bezig nu om wat gewicht te verliezen en zo. En daar heb je ook mensen die daarin gespecialiseerd zijn, die zitten ook in dat pand. Dus vandaar dat ik het zo'n beetje meegekregen heb ook. Ja, en ze hebben deze prijs gewonnen in het kader van het thema van dit jaar: anders denken, gewoon doen. Ja. En naast Michelle van Rooij en Huub van der Vrande waren er ook nog prijzen voor Kim Roefs en Adrien Neervoort. Dan gaan we verder. Neways, die hebben een vestiging in China tijdelijk moeten sluiten vanwege het coronavirus. Ondernemer van het jaar, hè? Ja, waar we het dus net over hadden. Huub van der Vrande daar dus de CEO is, zeg maar. Maar die hebben dus ook een vestiging in China in Wuxi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik hoop het ook. Denk het, maar in ieder geval. Misschien dat je daar een of ander toverspreuk uit hebt gesproken in het Chinees. Ja, komen we later dan wel achter. Maar goed, die moesten op last van de overheidsinstanties ter plekke de fabriek sluiten. En dat was tot 8 februari moesten die deuren dus gesloten blijven en toen zijn ze op 10 februari zijn ze weer opgestart met de werkzaamheden, maar uiteraard wel wat vertraging in bepaalde dingen gekomen vanwege dus die sluiting, maar goed, alle bedrijven daar hebben hetzelfde moeten doen, dus het is niet alleen Neways, maar toch wel een financieel kan dat toch altijd al wel wat problemen opleveren. Ja, zo zie je maar weer dat zo'n virus in China gevolgen kan hebben voor een bedrijf op Ekkerstrijd. Ja. Dus op zo'n schaal opereren we tegenwoordig. Klopt. Nou, hopelijk zijn ze inmiddels weer opgestart en op volle toeren. Ja, ik hoop het ook. En hopelijk komt het sowieso in zijn algemeen goed met heel dat virus. Dus, maar goed, de gemeente die gaat de rozenkever op Soniuswijk eenrichtingsweg gaan staan. Soniuspark. Soniuspark, zeg ik dat verkeerd? Ja. Oké, okay. Sorry, Soniuspark. Soniuswijk ligt aan de andere kant van de snelweg. Oké, okay. Nee, dan dat is duidelijk. Ik zei al Soniuswijk, maar maar goed, het college van burgemeesters en wethouders heeft dus besloten om die straat vanaf één rijrichting beschikbaar te maken voor verkeer. Ik ben daar zelf naartoe gegaan om een foto van te maken voorbij het artikel. En daar kan ik ook wel bedenken dat dat logisch is, want het loopt ook dood, zeg maar. Dus, en om dan dus onveilige situaties te voorkomen, is daar dus voor gekozen om het zo op te lossen. Ik denk een goede oplossing. Dus. Ja, en meemaken. Ja, ja, en in 2015 is Radio SMB van start gegaan. Toen kregen ze zendmachtiging van de gemeente. En nu, 5 jaar later, moest het verlengd worden. En het leek allemaal een kannen en kruiken. Geen veldje aan de lucht. Totdat Henk Hulsen van het CDA aan de bel trok en zei van, ja, de zaken die aangeleverd zijn, die kloppen niet helemaal. En we moeten toch eens gaan kijken hoe dat we dat aan gaan vliegen. Nou, veel gepraat. Radio SMB heeft echt bergen met werk verzet om hun PBO, hun programma beleidsbepalend orgaan, op tijd weer op orde te krijgen om hem voor de deadline de gemeenteraad tevreden te stellen. En dat is gelukt. Ja. Dus de gemeenteraad gaat een positief advies aan het commissariaat van de media doorsturen. En dan is de komende 5 jaar Radio SMB weer de lokale omroep van Zonnebreugel. Ja, gefeliciteerd en veel succes de komende 5 jaar. Ja,
En als je ook in het artikel kijkt dat bij dit nieuwsitem hoort, dan staat er ook nog een link naar het gesprek dat Dani heeft gehad met voorzitter Han Muller over de komende 5 jaar en de afgelopen 5 jaar. Ja. Ja, de heren 1 van handbalvereniging Apollo, die spelen tegen in de landelijke beker tegen een Eredivisie team. Namelijk een beetje van het AZ van het handbal, namelijk HV Hellas uit Den Haag. Omdat zij namelijk nummer 2 staan in die Eredivisie. En wie is dan de Ajax van dat zou ik handbal? Niet weten. Want die staan namelijk op nummer 1. Ja, nou goed, daar hebben we het liever niet over. Die zal dan de nummer 6 zijn, of nummer 5. Ik weet niet waar PSV staat. Dat is wel erg genoeg. Maar in ieder geval, op woensdag 19 februari om 9 uur spelen zij voor de eerste keer in de bestaansgeschiedenis de 8e finales van de Landelijke Beker. En dat zal dus zijn tegen die nummer 2 van de Eredivisie. Dat is HV Hellas uit Den Haag. Nou, ik wens ze veel succes. Ja, kom allemaal kijken. Kom ze aanmoedigen. Ja. Ik denk wel dat ze dat kunnen gebruiken tegen zo'n grote club. Ja, ja, mooie, hele mooie, mooi affiche. Ja, zeker als je al ziet dat ze in de actiefinale zitten voor de Landelijke Beker. Dat is niet niks. Nee. Ja, het is op dit moment raast Storm Dennis over Nederland, terwijl wij deze opname doen. Maar vorige week was het Storm Chiara. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, meneer de meteoroloog. Het zal allemaal wel goed zijn. Ik heb 10 verschillende dingen voor gehoord. Nou, dus. Ik maak er Chiara van dan. Dat is dan onze wijze van uitspreken. Ja, Zonnebreugel heeft er ook last van gehad. Al viel het op zich wel mee als je het vergelijkt met de storm die in februari 2018 over Zonnebreugel heen trok. Uiteindelijk heeft de brandweer 4 meldingen gehad. In de Velverstraat was een boom tegen een huis gevallen. In Afrikalaan was wat stormschade. In Sonnieswijk op de hoek van de Brouwerskampweg was er wel gevaar weggenomen. Nou, uiteindelijk redelijk meegevallen. Redelijk meegevallen, inderdaad. Ja. We hopen dat het vandaag ook mee gaat vallen. Ja, maar het is minder zwaar dan vorige week in ieder geval. Dus het zal wel meevallen, denk ik. Oké. Okay. Ja, en wethouder Jan Boersma die had er al voor gewaarschuwd. Er zouden meer controles gaan komen op de Zonse wegen. Voornamelijk in de noordoost, in de oost-west-tracé en de noord-zuid-tracé. Dus dat is van links naar rechts en van boven naar beneden. En het is inderdaad zo gebeurd. Op Facebook is er namelijk een pagina Controles zonder Breugel. Die houdt bij wanneer er controles zijn in het dorp. Mensen melden dat zelf. En sinds 2020 zijn er al 14 controles geweest. En in 2019 was er in dezelfde periode van dat jaar waren het er maar 4. Dus dat is echt een significante stijging. Ja, dat inderdaad bij het woord gevoegd. Dus, ja, alleen geld dat ze ophalen met die controles, die komt niet ten goede van de gemeentekas, maar van de staatskas. Dus je bent in ieder geval gewaarschuwd en mocht je op de hoogte willen blijven, dan kun je misschien die Facebookpagina wel volgen. Ja. Ja, de communicanten die hebben geld of zamelen geld in voor een watertank in India. En ieder jaar is het een goed doel waar de kinderen die hun eerste communie gaan doen door middel van allerlei acties geld voor inzamelen. En dit jaar is die opbrengst voor Kindia, oftewel Kind in India. En die stichting die is in 2005 door Annemieke van den Broek opgericht. Toen zij graag iets wilde doen voor de kansarme kinderen in Zuid-India. De plek waar Kindia de meeste fondsen voor inzet is project Jet. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. In Nainarpalayam. Ja, ik hoop dat je dat goed uitspreekt. Dat is misschien nog moeilijker inderdaad. Maar ja, altijd mooi als iets voor een goed doel wordt gedaan, vind ik. En ze doen allerlei dingen om geld in te zamelen. Dus mochten ze bijvoorbeeld aanbellen voor een haartje voor kwijtje, dan weet je waar het geld naartoe gaat. Ja. En dan staat de carnaval weer voor de deur. Je zou het haast niet zeggen. Doe even open dan. Ook hier in de Bongert overigens. We komen daar hebben ze schuifdeuren, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, dat is ook zo. Nee, carnaval staat weer voor de deur. En ook in de Oase wordt carnaval gevierd. Op carnaval zaterdag 22 februari en carnavals maandag 24 februari organiseert de Oase 2 leuke avonden voor jongeren uit de groepen 5, 6, 7, 8.
ja, voor verzorgd door vrijwilligers van de Oase en natuurlijk leuke DJ's. Iedereen moet wel verkleed komen. Ja. Dat is, lijkt me een beetje logisch, carnavalsactiviteit. En mocht je meer informatie willen, kun je kijken op de website van de Oase, www.jc-oase.nl. Of stuur het een mail naar info@jc-oase.nl. Ja. Of je kijkt gewoon bij ons op de site, staat ook alle informatie. Er staan ook de entree, et cetera, staat er allemaal bij. Ja. Nou, en, er zijn een hoop bedrijven op Ekkersrijd waarvan wij bestaan niet eens wisten. Eentje daarvan is Microsure. En tot mijn grote verbazing maken ze daar chirurgierobots. Toch wel echt booming business op dit moment. Het is een bedrijf, geloof ik, voortgevloeid uit iets wat op TU Eindhoven is gestart. Okay. Zo heb ik het meegekregen in ieder geval. En nou krijg ik weer een moeilijke naam. CEO Ilker Soydan krijgt een nieuwe investering om product succesvol op de markt te kunnen brengen. De robots worden dan gereed gemaakt voor internationale distributie. Er is heel veel geld voor nodig. Ja. Dus dan is zo'n kapitaalinjectie wel op zijn plek. Ja, absoluut. En laten we dan in Zonnebrugge koesteren dat wij levens redden met zulke mooie investeringen. Mooie gedachte, ja. Lezing van slaapproblemen, of mensen die slaapproblemen hebben, die heeft veel belangstelling getrokken. Was totaal niet slaapverwekkend, kan ik ook zeggen. dat was ook hier in de Bongert, maandagavond 3 februari. Het werd georganiseerd door vrouwenvereniging Scala. En deze avond die werd gepresenteerd door somnoloog en klinisch neuropsycholoog Els van der Horst. Ik denk de carnaval binnenkomt lopen. Nou, ja. De deuren gaan in één keer open. Spook van Breugel, denk ik. Spook van de opera. Maar normaal geeft zij alleen lezingen voor behandelaars. Maar bij uitzondering had ze speciaal voor deze avond een presentatie samengesteld. De lezing was vlot, doeltreffend en het publiek werd er ook goed bij betrokken. En wat ik dus net al zei, was dus totaal niet slaapverwekkend. En de volgende activiteit op de agenda van vrouwenvereniging Scala is een kaartmiddag met de onderdelen Bridge, Rikke, Joker en Keze. En ook dat zal in de Bongen plaatsvinden, namelijk donderdagmiddag 20 februari. En meer info daarover is te vinden op www.scalabreugel.nl. Ja, mooi. Ja. Dan krijgen we weer een moeilijke naam. Okay, op Ekkersrijd. Okay, ja. Okema. Okema. Die gaat een nieuw distributiecentrum. Of je tegen jullie moeder zegt dat iets goed is. Okema. Okay. Jij zegt het. Okema die gaat een distributiecentrum voor gevaarlijk stoffen bouwen op Ekkersrijd. Dat hebben ze al. Maar er komt dus een nieuw pand. Ja. Het Duitse bedrijf gaat de vestiging op Ekkersrijd flink op de schop doen. Er komt een nieuw warenhuis van totaal 3780 vierkante meter groot. Een groot concurrent voor Van den Anker, zullen we maar zeggen. Een flink bedrijf, ja. Je moet eigenlijk Imperial zeggen. Tegenwoordig. Maar goed. Ja, en gisteravond, 15 februari, heeft de burgemeester Hans Kajaar een vrijwilligerspenning uitgedeeld. Namelijk aan Flip Sporen, geen familie van, bij weten. Maar, ja, what's in a name. Hij heeft dus de vrijwilligerspenning in ontvangst mogen nemen gisteren tijdens de zittingsavond. Tijdens de vierde en laatste zittingsavond. Onder andere omdat hij van 2004 tot 2019 actief was bij de kindervakantieweek Breugel. Hij is sinds 2003 actief bij de Krutjesrapers. Zat van 2003 tot 2018 in de Raad van 11. En vanaf 2007 tot nu is hij lid van de commissie die de jaarlijkse CREA-dag voor basisschoolleerlingen van groep 6 tot en met 8 organiseert in de tent. En tevens was hij actief bij jeugdcarnavalsvereniging De Dommelsoppers van de Oase, waar hij jeugdprins was in 2002. En van 2009 tot 2012 was hij van die vereniging secretaris. Nou, bij deze gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd en een mooie erkenning voor vrijwilligerswerk. Ja, absoluut. Ja, en om het nieuws af te sluiten, sluiten we af met de zittingsavond. Ben je geweest? Nee, jij wel, geloof ik. Ik ben gisteravond uitgenodigd door de Krutjesrapers inderdaad om verslag te doen van de avond. Ja.
Nou, we hebben dit jaar laten zien dat ze een gevarieerd aanbod hadden van humor, zang en dans. Leuke verrassingen dit jaar. En wat nieuwe creatieve ideeën. Altijd mooi om te zien. Ze stond Michael van den Berg. Dat was toch wel mijn favoriet van de avond. Stond, of ja, beter gezegd, zat achter de ton. Ja. Speciaal voor hem gemaakt. Hij zit namelijk in een rolstoel. Hij is voormalig bewoner van Zonhoven. En met een enorme zelfspot ging hij als Paralympier het publiek meenemen op zijn reis naar China. Ah, leuk. Ja, dat was heerlijk om te horen. Ja, we hoorden van meerdere mensen al, ook van de andere dagen, dat ze dat al het hoogtepunt vonden van de avond. Ja, ja. Zeker. En voor de pauze en na de pauze was ook nog de gelegenheidsgroep Collaborate. Het, daarin Lisa Verkuijlen, Evelien Slegers, Esmee Kneppers, Lars van Meel, Guido de Jong, Jordi Sofleer en debutant dit jaar was Steven Elders. Die samen met een begeleider Marcia van der A hele leuke muziek ten gehore bracht. Waaronder een Nederlandse medley met meezingers en 70s medley met onder andere Jackson 5 en Diana Ross. Was een hele mooie avond. Ja, ook, ook bijzonder om te zien hoe Aris Wil met alleen een gitaar en een kruk en zijn stem publiek zo wezen te betoveren. Ja, mooi. We weten we van hem dat hij dat kan, maar normaal is iets iets ja, hoe zullen we het zeggen, iets bombastischer. Nu is het wat meer ingetogen. Hij stelde zich wat kwetsbaarder op. Dat is ook mooi om te zien. Ja. Traantje gelaten, Rutger? Nee, dat niet. Zo sentimenteel ben ik niet. Maar Okay. Ik geloof best dat mensen dat wel gedaan hebben. Ah, nou, met, het was nummer Rollercoaster van Danny Vera. Nou, mooi. Dat is best wel een gevoelig nummer. Ja. Nou, dan gaan wij er weer uit voor een kleine pauze. We gaan even ons glas water bijvullen en dan zien we elkaar zo weer terug. Komt goed, tot zo. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de carnavalsactiviteiten in Feestcafé De Bongert. Op vrijdag 21 februari is de Vurgluavond vanaf 7 uur. Zondag 23 februari kunnen de deelnemers aan de optocht vast ontbijten bij het café. En dinsdag 25 februari is de boerenbruiloft van Krutjesgat vanaf 3 uur in Feestcafé De Wongert. We zijn weer terug, klaar voor de agenda. Ja, de agendapunten. En er zijn er nogal wat, natuurlijk veel met carnaval ook te maken. Maar allereerst Caroline van Gorkum, die zal in het Vestzak in de bibliotheek spreken over angst en vertrouwen. Spraakmaker en therapeute Carolijn van Gorkum komt op donderdagavond 20 februari van 7:30 tot 9 in de bibliotheek in Vestzak vertellen over hoe je om kunt gaan met je angsten. De Vurgloeiavond zal hier in de Bongert gehouden worden. Carnaval start in Brugge een dagje eerder dan de officieel. Tijdens de Vurgloeiavond is het eigenlijk al carnaval. En tijdens de Vurgloeiavond wordt Feestcafé De Bongert omgetoverd tot een echte carnavalszaal. En dit zal dus zijn op 21 februari van 7 tot 11:30. En ja, wil je dan nog? Volgens mij is het uitverkocht al, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik wilde zeggen, wil je nog kaartjes? Maar ja, uitverkocht helaas. Ja. En dan gaan we met de carnaval van start. Ja, het officiële natuurlijk. Sleuteloverdracht, daarmee wordt het altijd ludiek eigenlijk geopend. Traditioneel op carnaval zaterdag om 3:00 middags wordt carnaval gestart met de sleuteloverdracht door de burgemeester van Zon aan de Prins. En dat zal dus zijn bij café-restaurant De Zwaan van 3 tot 5. En dan is de optocht een dag later uiteraard van traditioneel van 11:00 tot 5:00 ergens ongeveer. Ja, behoeft verder geen uitleg. De optocht is de optocht natuurlijk. En de Krutjesgatse Oberrace, die zal ook plaatsvinden. Weer een dag later, op maandag 24 februari van 2 tot 5 in de tent vindt de Oberrace plaats. En aansluitend het Foute Uur. Dan op carnavals dinsdag 25 februari van 2:30 tot 5 is de viering van de boerenbruiloft met het boerenbruidspaar Frans en Ank Lathouwers. Voltrekking zal geloof ik zijn op Pieter Breugelplein en daarna hier de receptie, et cetera. En dan is carnaval weer voorbij en dan 1 maart, dan zondag 1 maart, is het weer tijd voor Lazy Sunny Afternoon.
Maandelijks terugkerend akoestisch live podium. En op zondag 1 maart met Tom Mank of Menk. En Sera Smolen en Arno Meijnten van 4:30 tot 6 in Kloosterhotel La Sonnerie. Ja, en naast al die carnavalsactiviteiten die we doen, natuurlijk ook activiteiten s'avonds in de tent, in de jeugdtent op het Oranjeveld. In de Oase, zoals we eerder tijdens het nieuws al noemden. Ja, en hier in de Bongert geloof ik ook nog. In de Bongert. De zaal nog een keer open voor kinderen te spelen. En ja, in de cafés. Dus voor iedereen wat wils. Ja, het is gewoon een beetje globaal. De headlines, zeg maar. Ja, dan kunnen we een streep zetten onder de agenda. Dan gaan we de mensen vertellen waar dat ze ons allemaal kunnen vinden op internet. Je hebt natuurlijk onze website www.onszonderbreugel.nl. Op Facebook zijn we te vinden op Ons Zonder Breugel. Twitter is @onszonderbreugel. Instagram onszonderbreugel. En mensen die meekijken via YouTube, die kunnen ons ook vinden op onszonderbreugel. Daarnaast is dus de podcast ook gewoon te luisteren via jouw favoriete podcastkanaal. Je Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts en Radio Public. Ja, heel goed. Ja, ik kan een podcast zien niet uitspreken. Postkoetsier komt er dan altijd uit. Ja, precies. Postkastpots. Ja. En hebben we natuurlijk ons tv. Mensen die via YouTube en de site meekijken, die hebben er al heel de tijd naar kunnen kijken. Nou, we hebben als locaties Bergmans Jeans House, Feestcafé De Bongert, Sportcafé Expresso, Zonsport, Café Het Raadhuis, Henry's Place en sinds kort ook Fysiotherapie van Gerven. En we hebben geen nieuwe content deze week. Nee. Waarschijnlijk misschien dat we met carnaval wel iets nieuws gaan plaatsen. En Dani, we hebben ook een app. Hebben we een app? Ja, we hebben een app, ja. Een app, ja? Ja, als je zoekt in de Apple Play Store en in Google Play naar Ons Zonder Breugel, dan vind je onze app en dan kun je altijd op de hoogte blijven van het nieuws van Zonder Breugel. Ja, mooi. Downloaden dus. Ja, en dan sluiten we af met het weerbericht van onze eigen Dani. Dani, heb je goed nieuws voor mij? Heb ik goed nieuws voor jou? Als ik er 8 graden vanaf zit, is dat dan ook goed? Nee. Moet 25 zijn. Ja. Nee, ik denk dat eerder windkracht 25 wordt. Ah ja, nou, goed. Kan ook. Zeldzaam zacht vandaag, 16 februari, 17 graden in het zuiden. Ja, ik zag dat vandaag om 11 uur ongeveer al het warmterecord hadden gebroken voor deze dag. Ja, aan de ene kant, sommige mensen vinden het lekker. Ik vind het vrij triest eigenlijk. Dat hoort niet. We hebben nauwelijks geen winter gehad. Dus, maar ja, goed, maart komt er ook nog aan. Je weet het niet. Het is allemaal van zijn apropos. Dus we gaan het wel zien. Maar ja, vandaag is erg zacht. Maar de komende week gaan de temperaturen wel weer iets omlaag. Zo rond de 10 graden. Dus dat is toch wel een stukje frisser. En het weer zal ook wel iets opknappen. Niet zo onstuimig als afgelopen week. En kunnen we met of zonder jas carnaval gaan vieren? Nou, ik denk wat ik meekreeg is, je kunt er nog niet heel veel over zeggen. Het is nog een week weg. Maar af en toe een bui wel kan vallen. Maar volgens mij niet compleet in het water. Is wel eens erger geweest in ieder geval. Nou, laten we in ieder geval de opdracht hopen dat het niet in het water valt. Ja, vorig jaar wat motregen geloof ik. Maar geen niet kleddernat in ieder geval. Nou, laten we het hopen. Ja. Nou, en met het einde van het weerbericht zijn we ook klaar met deze aflevering van Onskast. Ja. We zien elkaar over 2 weken weer. Tot over 2 weken. En tot ziens. Maak het niet te bont tijdens carnaval. Nee, goed. Houdoe. Houdoe.